Hi, mijn naam is Mark van Voice en omdat Ritske op vakantie is, mag ik jullie vertellen wat er in de hagelnieuwe versie van onze Android-app zit. Wat belangrijk is om te weten is dat Android 6 niet langer ondersteund wordt. Er zijn weinig klanten die daar nog gebruik van maken en het is een wat onveilige versie en we kunnen veel eenvoudiger doorontwikkelen als we de support hiervoor laten vallen. Dit heeft het ook mogelijk gemaakt om veel betere Bluetooth-ondersteuning te gaan supporten. En het kleine bugje waarbij af en toe bij sommige gesprekken na 15 minuten je gesprek wegviel, is ook opgelost. Daarnaast laat de app je nu zien als er geen internetverbinding is. Iets wat erg handig is als je over het internet wilt gaan bellen. Een hele mooie nieuwe toevoeging in de gesprekkenlijst is dat je kunt zien dat er een gemiste oproep is geweest, maar dat die door een collega van jou is opgenomen. Dat zie je door middel van een blauw icoontje. Je kunt zelf zien wie het gesprek heeft aangenomen. Zo weet je dat je de oproep A niet hebt gemist en mocht je willen weten waarvoor de klant belde, weet je exact bij welke collega je dat kunt vragen. Tot zover de nieuwe updates en binnenkort volgt iOS.